En daarbij dan nog heel levend, echt met goede intonatie, ook vooral waar de mensen praten, dus in de dialogen. Dat klonk echt alsof je er zelf, alsof jij het was die sprak. Dat vond ik echt knap. Heel goed gedaan. Mooi. Oké, nou, jury, jullie hebben prachtig werk verricht. Jullie hebben bijzonder goed naar al deze finalisten geluisterd. Alleen nu is het moment daar dat we de nummers 3, 2 en daarna 1 bekend gaan maken. Oké. Nummer 1. De eerste nummer 3, die nu te horen krijgt, mag op deze schitterende groene plek gaan staan. Met de armen in de lucht. Nou, Lydia, ga je gang. Wie is geworden nummer 3? Nogmaals, heel erg gefeliciteerd aan alle nummers 4. Dat zijn er een heleboel. Dat zijn er namelijk 9. Nou, ik heb net gehoord dus dat de jury ervoor gekozen heeft dat iedereen die buiten dat podium is van 4e is geworden. Dat is een mooie. Ja, dat vind ik een knappe vondst. Ja, dat is wel een knappe vondst. Oké, dan gaan we naar nummer 3. Ik ga de spanning nog een heel klein beetje rekken. Jullie krijgen nog een boekenbon. Dus behalve wat je al gekregen hebt. De derde prijs krijgt een boekenbon erbij van 12,5 euro. De tweede prijs om een of andere reden van 22,5 euro. En de derde prijs krijgt nog een keer, de eerste prijs pardon, krijgt nog een keer 35 euro. En jullie krijgen een oorkonde, een extra oorkonde waarop staat dat je gewonnen hebt. En dat je nog altijd en altijd en altijd de winnaar bent. Oké, je klaar. Is voor iemand die grappig kan voorlezen en nonchalant, alsof hij het elke dag doet, een beetje met een knipoog of een hele goede toon, hij gaat me vermoorden. Niels! Derde plaats, hartstikke mooi. Hartstikke, ook die heb je niet verwacht. Nee. Echt niet? Dat vind ik hartstikke goed. Ja, nou. Ja. Ja, ik had niet verwacht. Vind je het wel leuk? Ja. De derde prijs is voor Niels. En Niels, dat was de provincie Utrecht. Van harte gefeliciteerd. Goed gedaan, hoor. Maar wie staat er aan de andere kant op dat rode blok? Op dat rode blok staat een echte voorlezer. Iemand die rustig leest, goed in toonhoogte varieert en niks uit zijn of haar hoofd leert, maar gewoon doet zijn kunstje doet, of haar kunstje. En ze komt uit Flevoland en ze heeft Isabel. Wat denk je allemaal? Ik heb geen flauw idee. Ik dacht dat ik geen kans meer maakte. Dacht je dat jij moet buiten de prijzen viel? Ja. Je bent gewoon twee geworden. Mag ik een grote applaus voor Isabel! Oh, en dat zijn de fans blij. Oké, jongens en meiden. We gaan er nu even iemand bij halen die vorig jaar nationale voorleeskampioen was. Ja, inderdaad, hier is die Bas de Leeuw! Geef een grote applaus, Bas de Leeuw! Bas, we komen erbij. Ja, jij hebt iets bij je wat je nu af moet staan en dat is? Dat is de prijs voor de eerste, is bij de Nationale Voorleeswedstrijd van 2008. Hartstikke goede prijs en dat is ook nog een wisseltrofee. Of is dit jij die wisseltrofee? Nee, deze is die die persoon mag houden. Ah, dat is mooi. Hij is schitterend, hij is prachtig. En er is dus nog een wisseltrofee voor de school die hem wint. En ik ben jullie geloof ik hoofdpersoon bij de school afleveren zometeen. Niet ter plekke, maar hier.
op de plekken. Hadden ze dat meegerekend of niet? Ja. We zien het. Dit is niet tegelijk. Oh, weet wat je zegt. Goed. Okay. Jongens en meiden, dames en heren. Het moment is daar. We gaan de eerste prijswinnaar bekendmaken. Uiteraard gaan we groot applaudisseren. Iedereen hier, jullie hebben het al gehoord. Super goed gedaan. Maar ja, jullie weten het. Er kan er maar één de winnaar zijn. Lydia, ga je gang. Jury's horen te zeggen dat het heel erg moeilijk was. En we hebben ook elkaar in de haren gekregen, maar dat ging over de vierde plaats. De eerste plaats was geen enkel probleem. De absolute favoriet van de jury, een heel natuurlijke voorlezer die de zaal muis en muis stil kreeg. En dat wil wat zeggen, want jullie zijn lawaaierig. Zat haast in versprekingen, las heel duidelijk en rustig voor. En er is Céline. Ja!